was op de kleuterschool al het jongetje dat zo goed kon tekenen. En dat hoorde je net wel, als het verhaal ging over Mozes of Noach en de Ark, dan moest ik de dieren op het bord tekenen. En nou ja, het echte serieuze schilderen is vanaf een jaar of 16, 17. Mensen van mijn leeftijd die vragen mij dan van hoe lang moet je nog? En ik ben 61. Goh, ik heb het idee dat ik nog maar net begonnen ben. Weet je, er is nog zoveel te ontdekken. Ik heb heel veel werk gemaakt, heel veel getekend, heel veel geschilderd. Maar er is nog zoveel wat ik niet geschilderd heb. Dus daar zou ik nog wel graag nog wel een aantal jaren voor beschikbaar willen hebben. Tekenen en schilderen, er is eigenlijk voor mij helemaal geen verschil tussen. Kijk, tekenen dat is een heel praktisch wat makkelijker. Als je een tekenreis maakt door de Himalaya, dan is het makkelijker om een schetsboek bij je te hebben en een krijtje. Dan om een schilderskist en een ezel en doeken. Dus het is meer vanuit praktisch oogpunt dat ik soms teken en soms schilder. Maar voor mij is er verder geen verschil. Ik word gewoon aangezet door de visuele werkelijkheid. En ik denk, ja, dat wil ik schilderen. Soms is dat een paard en soms is dat een landschap en soms is dat een vloer met sering of licht. Ja, en dat wil ik schilderen, daar denk ik eigenlijk niet eens zo heel erg over na. Ik begin gewoon en heel vaak gaat het mis en enkele keer gaat het goed. En wat goed is, dat hangt hier nu. Ik heb een gelukkige omstandigheid dat ik eigenlijk al sinds de academie kan leven van mijn werk. En mijn grootste kapitaal is gewoon mijn vrijheid. Ik neem ook geen opdrachten aan. Ik wil de baas blijven. En ja, dat heb ik altijd zo gehad. En ja, dat levert genoeg op om onafhankelijk te blijven. Ja, want ik werk niet met officiële galeries of kunsthandelaren, hè, want ik wil een beetje buiten het gebied van de commercie blijven. Dus alles wat ik maak, hè, dat wordt ook uit huis verkocht. Ja, mensen sturen mij een e-mail of ze langs kunnen komen en die komen bij mij kijken en enkele keer kopen ze iets en een andere keer kopen ze niet iets. En zo gaat het eigenlijk al sinds mijn academietijd, of sinds 1982. Dankjewel Willem. En ook namens mij en namens alle vrijwilligers en het bestuur, van harte welkom op deze slinger. En elke slinger begint op dezelfde manier. En dat is met een hele harde knal op de gong. Even is de spelregels, u kent ze ongetwijfeld, maar als u een match maakt, als u een match heeft gemaakt. Wat wij aanbieden is ons expertteam. Wij hebben vrijwillige experts beschikbaar die allemaal hun eigen kennis en kunde in huis hebben. Vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op deze experts om, als ze met een vraagstuk zitten, dat zij dat voor hen gaan uitvoeren. Wij hebben handjes aan te bieden. Schilderwerkzaamheden, klusjes, andere klusjes om het huis, betegelen, plaatsen van een schutting. We hebben allerlei handjeswerk al af uitgegeven. Nou, we hebben in principe onze leerlingen aan te bieden die activiteiten kunnen, een hele veelvoud aan activiteiten kunnen aanbieden. Aan bijvoorbeeld ouderen in een bejaardentehuis die er samen bloem schikken en samen een soort van dagbesteding zoeken. Dat soort activiteiten moet je denken. We hebben vorig jaar gekookt met mensen. Dus dat soort dingen. We hebben 3 matches kunnen maken hierop. Er wordt bij ons geschilderd binnenkort. Daar gaan we contact mee opnemen. En onze tuin gaat aangepakt worden. We krijgen een tuinadvies. Dus eigenlijk is voor ons de middag nu al heel geslaagd. Thank you.
Er waren vorig jaar 185 matches, dit daar waren het er 241. 241 matches, jawel. Het aantal uren wat daarmee gepaard gaat is 2134. En dames en heren, de tegenwaarde daarvan is op 35 euro na 115.000 euro. Alsjeblieft. Op de achterkant van de sigarendoos is dat ongeveer 13% meer dan vorig jaar. Kijk, ik heb het opgericht en in die tijd waren we heel erg bezig met het vinden van een plaats om te repareren, om reclame te maken, dat de mensen kennis krijgen van het bestaan van het Repair Café, om vrijwilligers te vinden. Dat is ook een heel proces en nu draaien we 2 jaar ongeveer. En het is druk, er gebeurt van alles. Het krijgt een plek in Almelo, het heeft een plek gevonden in Almelo. Wij zouden graag eigenlijk ook willen dat ook wat jongere mensen het belangrijk vinden om, als iets kapot is, om daarmee naar een repaircafé te gaan. Want eigenlijk is ons ideaal om zo bij te dragen aan de duurzaamheid dat iedereen die iets kapot heeft denkt van, hey, niet meteen weggooien of ik heb geld zat om iets nieuws te kopen, maar kijk of ik het kan maken. Het gaat over grondstoffen, het gaat over een duurzame samenleving. Ja, ik ben reparateur bij het Repair Café. Wat voor apparaten repareert u? Nou, bijna alles wat er binnenkomt. Ja, we zijn van 1:30 tot 3:30 zijn we bezig met reparaties. Hoeveel mensen komen er ongeveer met elektrische apparaten? Nou, gemiddeld tussen de 20 en 30 mensen. Dus zijn we met een man op 8 zijn we daar druk mee. Zijn het vaak hele moeilijke klussen? Soms wel, soms zijn ze behoorlijk ingewikkeld. Vooral elektronica, omdat het zo verfijnd is. Maar soms ook heel makkelijk. Soms is het met 5 minuten opgelost. Maakte ze daar vroeger ook geen klompen van? Ja, ik ben gastvrouw. Ik ontvang de mensen. Zorg dat ze een briefje krijgen. En zoek een reparateur die hun apparaten kan maken. En ik zorg voor de koffie en thee. Dat is eigenlijk een functie. En ik vraag mensen een vrijwillige bijdrage. Dat vind ik ook nog wel een belangrijke taak. Want we moeten hier nog alles wat apparaten moeten er gekocht worden. Er is nu een hele mooie nieuwe loop gekocht. Dus ja, we moeten ergens ook een beetje geld vandaan zien te krijgen. En, maar dat loopt allemaal goed. En het is leuk om te doen. Ja. Ik heb geld in het potje gedaan. Hartelijk dank voor de hulp en een lange stil moet komen. Maar zullen we beelden?
Toon Tellegen is arts en dichter. Uit het oog is als muurgedicht van zijn hand aangebracht op de zogenaamde hinnerlocatie aan het Schokland. Als je niet zeker weet of je van iemand houdt, ga de stad in. Loop door een drukke winkelstraat, kijk in alle etalages en denk aan haar. Als je plotseling niet meer weet hoe zij eruit ziet, als je je gedachten afpeinigt en zelfs zeker weet dat je haar niet zult herkennen als je haar tegenkomt daar midden op straat, terwijl zij vertwijfeld naar je zwaait, dan houd je van haar. Tap to Almelo is een wervelende show met muziek op bekende melodieën. Hits, musical muziek en de traditionele marsmuziek. Natuurlijk, die hoort erbij. Een show met verrassende elementen in de presentatie van elk korps dat gaat optreden. Een show met deelname van vaandelzwaaiers, majorettes. En omdat het de 5e editie is, een show met een verrassend slot vol met zang, gezamenlijke optredens van korpsen en een geweldig spetterend vuurwerk. De 5e keer. En de 5e keer gaat de opbrengst van dit mooie evenement naar Kans voor een Kind. Het gaat om een goed doel, dus doe vooral mee en kom kijken. I got it.
You don't know, you don't listen to me. Your mind, it seems to disappear. You don't know, you don't listen to me. Your mind, it seems to disappear. Your mind, it seems to time anyway, right? You guys having fun so far? All right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say nobody to the night. Roxanne, hey, you don't have to wear that dress tonight. Yeah, you walk the streets for Monday. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, oh, oh, oh. You don't have to put on the red light. I loved you since I knew you. I wanna talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's the bad way.
Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en dit beeld van Zadkine, dat hoort echt bij mijn jeugd. Die bronzen reus met de armen opgeheven, die man zonder hart die de verwoesting van de binnenstad symboliseert. Ik vond het als klein meisje een even indrukwekkend als angstaanjagend beeld. Wist je dat het Duitse bombardement op 14 mei 1940 maar een kwartier duurde? 15 minuten maar om honderden Rotterdammers te doden en de stad in puin te leggen. Op 4 mei om 8 uur denk ik ook aan de slachtoffers. En ik realiseer me hoeveel geluk ik heb dat ik in vrijheid mag leven zonder oorlog. Daarom ben ik op 4 mei 2 minuten stil. Jij toch ook?